Welcome, this is the Energy Vibration Lesson for the Sun, Moon, and Rising Fist Mensen. Het is de laatste week van de jaar 2018, de week begin vanaf 24 tot en met 30. Het is een emotional week, omdat we have the energy of emotional here, maar it is ook in the lesson. Het is jullie week en het is week waar jullie zit terug te krijgen aan een situatie. En de situatie had mee te maken met een zeer maken steenbok persoon. En jullie hebben regrets, oké? Maar het gaat goed komen. Nou, sommige van jullie Pisces hebben mee te maken met een zeer maken steenbok persoon. Deze zeer maken steenbok persoon had een situatie te maken met een fire sign, een Aries. En Ram, Leo of een weeskool persoon, oké? En je bent in een raking gekomen met deze vrouw. En je komt achter dat iemand, dat is een Ram, Leo of een weeskool, have conflict met deze persoon en probeert deze persoon naar beneden te krijgen. Nou, uiteindelijk gaan jullie terug met elkaar. En dat is de liefde van je leven. En het gaat om dat de drie van bochel is hier. Dat je gaat, want sommige van jullie hebben echt, je mist deze persoon op kerst. Want je zit alleen. Sommige van jullie zitten alleen. Of sommige van jullie zitten aan deze persoon na aan te denken. En je vraagt jezelf af, zijn ze financieel oké? En dat soort of ding. Zijn ze oké? Hebben ze wat voor kerst en dat soort of ding. Omdat diegene dat heb je in contact genomen met deze persoon. Je realiseert dat hij heeft gelegen en bedriegen. Maar vierde komt best wel. Want je gaat echt peace. Je gaat vierde brengen voor deze persoon. En je zorgt dat deze persoon gaat even terug op zijn voet gaan staan. Oké? Je geeft deze persoon terug kracht om op zijn eigen been te staan, oké? Het is een verschrikkelijke situatie dat is gebeurd. Deze man is een leugenaar, oké? En deze man werkt met negative energy on the magie, met de negen van de magie, met de negen van het een van zware, is iemand die werkt met energy, oké? En voor sommige van jullie is iemand dat werkt met negative energy, maar sommige van jullie is iemand dat werkt met positive energy. En die dat werkt met negative energy zit tegen deze vrouw. En sommige van jullie komen achter dat daar is iemand dat neemt op voor haar en is tussenin gekomen, maar je snapt de reden waarom, omdat je realiseert dat diegene zit haar te beschermen en voor jou, je krijgt wel vrede. Maar voor de anderen, dat hebben haar in de situatie gebracht, je gaat hem tot een einde brengen, oké? Okay? Dus hier gaan we. Dit is de Ram, Leo of een boodschappenpersoon, oké? Okay? Dit ben jij even aan het denken om de stier maag, oké? Okay? Je denkt over zijn financial stability. Je hoopt dat dit komt veel beter. En je gaat even alles in je hand, in je kracht, even gaan zorgen dat deze persoon komt best wel goed uit. Daar is heel veel conflict tussen u en deze persoon vanwege een story dat wat is gebeurd. En jullie zitten samen en gaan samen in de nieuwe jaar aan een nieuwe project gaan aanwerken. En dat is wat sommige van jullie wil samen met dat dame gaan samen gaan werken. Omdat, of dat andere, vanwege doordat je weet dat dat persoon is goed en deze man probeert. En ik ken een ram, probeer de vrouw naar beneden te brengen en een Leo of zo gaat daar even boven uithalen van de situatie.
Maar je gaat echt een eind brengen tot deze situatie. Je gaat echt een eind brengen tot deze situatie. Nieuw liefde komt binnen. Je houdt nog steeds liefde voor deze persoon. Je geeft niet op aan deze persoon. En dit is goed. Er is twee mensen dat hebben liefde van allebei kanten. Het is niet dat jij houdt van haar meer. Nee, het is allebei. Jullie houden van elkaar allebei. En dit is zo positief, zo goed. Nou, het is een tijd dat jullie gaat even realiseren. Want wat je gaat doen, je brengt deze negatieve situatie, dat is tegen deze vrouw tot een eind. Je gaat het brengen tot een eind. En dit is best wel goed, oké? Positief, positief, positief. Dus, de outcomes is, de verdriet is een verdrietige week van weken door dat niet, dat het gaat niet goed met je familie of zo, maar het is een verdrietige week van weken dat je zit over deze persoon om te denken en je hebt gezien wat is gebeurd met deze persoon en je hoopt dat deze persoon komt terecht goed. Dames en heren, namaste, tot volgende week.